Na meer dan 100 jaar gaat zijn naam nog rond. De Rijmelaar, die Tessels nieuws tot versen bond. Tot teksten die de Tesselaar waarderen kan en kon. Hij inspireert tot op vandaag, zet pennen aan het werk, brengt vingers op het toetsenbord en taal terug met verse klanken op een nieuwe plaats. Dicht bij de krant waar het begon. Naast een wijkplek, kerk, zo noemde hij dat, naast een wijkplek voor het hart. Tessels wel en wee werd mild doorspekt met humor en venijn. Maar in zijn zinnen trekt ook de kikker erop uit. Bericht hij over licht, vliegt als een vlinder naar de haven die veilig is. Van alle markten thuis, nog altijd van gewicht. We schrijven de nazaten en eilanddichters bij, een ieder in hun eigen stijl. Maar Huib Venijn, de Rijmelaar, zal voorgoed de eerste zijn. Ja. Hey. 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 Ja, ja.